Het blijft een even opmerkelijke als kleurrijke verschijning. De boeddhistische kippenredder uit Drenthe. Samen met het Zwijndrechtse kippenmannetje Andries Valk wordt een strijdplan bedacht. Jullie lopen eerst, dan kom ik. Precies. En we gaan eerst even op die dieren die daar nu lopen achterin. De Drentse monnik en het Zwijndrechtse kippenmannetje. Een bijzonder duo. Dat onderweg nog even het leven doorneemt. Ik kan hier niet meer 5 jaar mee doorgaan. Dat bestaat niet. Hè? Dus, maar wat gebeurt er als ik hier niet meer ben, dat ik het niet meer eten kan geven? En dan is het moment aangebroken dat Andries Valk zijn kippen in kooi moet lokken. Nou, daar gaan we. Kom maar, jongens. Dit is dan toch echt de laatste keer. Ja, dat is de ergste juist natuurlijk. Het is toch emotioneel dat die beesten weggehaald worden. Love me tender, love me true, all my dreams. Ja. De Zwijndrechtse wethouder Dost is in dit geval de gebeten kip. Hij besloot de kippen te ruimen omdat ze voor overlast zouden zorgen. Ik zwijg erover. Ik heb daar zo'n verdriet van die man. Het vangen van de laatste loslopende kippen valt nog niet mee. Als ze doodgaan en ze reïncarneren, dan komen ze misschien terug als mens. Ze mogen wel hopen. Misschien als wethouder hier in Zwijndrecht. Oh, dat zou heel goed kunnen. Met een heel goed kippenbeleid. Op weg naar Drenthe. Andries Valk ziet nu al op tegen de dag van morgen. Kijk, als ik morgen de dag verder, als je hier niet bent, dan voel je het gemis niet zo. Maar op het moment dat ik hier kom voeren, dan voel je het gemis van die dieren. I love you. And I always.